Starten is springen om het waar te maken. Ik heb Go As You Are opgestart omdat ik echt een passie heb voor beauty en fashion. De doelgroep zijn jonge, actieve vrouwen met een urban levensstijl die weinig tijd hebben, er toch goed willen uitzien. Ik ben er 2 jaar geleden mee gestart, in de zomer. En ik heb een fulltime jaar eigenlijk gewerkt op de ontwikkeling. En dan uiteindelijk ben ik 1 jaar geleden gelanceerd. Het moeilijkste aan starten vond ik de fase met leveranciers en negotiaties naar hoeveelheden. Ik vond dat een uitdaging om voor ieder stijl die je ontwikkeld hebt echt ook wel een goede stof te vinden die dan ook nog eens duurzaam was en betaalbaar was ook wel. Voor mij lag het voor de hand dat je leveranciers ging vinden die een groot gamma hadden aan gerecycleerde materialen, 100% gerecycleerd plastiek. Dus uiteindelijk ben ik terechtgekomen bij een mix van gerecycleerde vezels, zoals deze jurk, maar ook natuurlijke vezels, zoals houtpulp of herwonnen visnetten voor de sportwear items. Dus het is eigenlijk een mix geworden, afhankelijk van de stijl. De grootste uitdaging voor mij in het opstellen van een businessplan was het financiële stuk. Omdat je bent nog in het proces dat je ook dingen bent aan het maken. Je hebt je portfolio wel al samengesteld, maar dan moet je echt ook al je verkoopskanalen er tegenover zetten. En ja, volumes gaan invullen. Startend vanuit het niets was dat toch wel een uitdaging. Ik heb de prijs van de producten bepaald op basis van sowieso de kosten. En dan heb ik ook natuurlijk gekeken naar de marktprijzen van concurrenten. Heb ik gedacht van ik ga in verschillende kanalen verkopen. Stel dat ik via een retailer ga verkopen, moet ik een heel stuk marge aan de retailer afgeven. Ik heb mijn eigen website. En dan verkoop ik ook via een aantal retailers, dus wholesale, meestal concept stores in steden, in België en Europa, en dan een aantal online platformen ook. Dus ik ben eigenlijk vanuit die verschillende dingen gaan kijken en tot de finale prijs gekomen. Communicatie van Go As You Are gebeurt voornamelijk via social, dus Instagram, Facebook. Als merk, ja, je kunt veel dingen gaan zeggen, maar uiteindelijk mensen willen ook van anderen dingen over je merk horen, vinden dat geloofwaardiger. Het vinden van de goede influencers met een goede brandfit en die echt authentiek zijn. En dat is iets waar ik momenteel nog altijd mee bezig ben en de nood nog niet volledig gekraakt heb. Een vaste winkel, fulltime, zou ik zeker wel willen. Momenteel is dat ook niet aan de orde, budgetair. Maar op dit moment ben ik ook bezig in deze fase echt om met investeerders te praten. Niet zozeer enkel vanuit kapitaal, maar ook om nieuwe mensen binnen Go As You Are binnen te brengen. Flanders DC heeft mij eigenlijk super geholpen in de voorbereiding van het merk. En daarnaast ben ik ook naar een aantal labs geweest, zoals Starten in de Mode. En ja, dat is gewoon super leerrijk, omdat je ook veel andere mensen ontmoet, maar ook wel heel veel content meekrijgt. Dus ja, vond ik heel waardevol. Als tip zou ik zeker meegeven om je snel te laten omringen door experten, mensen die het al hebben gedaan of mensen met heel veel ervaring, eigenlijk zo snel mogelijk.